Hallo, welkom bij Terraria. Ik ben Arjan. En ik ben Stefan. En de vorige keer dat we gestopt zijn, hebben wij daarna nog een en ander hier gedaan. We hebben nog een beetje zitten opknappen en klussen. We hebben er wat ruimtes bij gemaakt, waardoor we er wat bewoners bij kregen. Volgens mij hebben we het ook al een paar gehad, maar zijn die dood gegaan. Hoe dan ook, in ieder geval, dit is wat we nu hebben. En de bovenste kamer is volgens mij voor de kerstman. Maar goed, als we die binnenkrijgen, dat zou leuk zijn. En wat Stefan inderdaad laat zien, wij beschikken inmiddels over een prachtige... Oh, nou, ik sloop hier ook echt alles. Zie je dat zo? Zie je dat wat ik doe hier? Ja, kunnen ze meteen niet meer wonen. Wat een ontzettend gewelddadig ding is dit. Ja, dat gaan we even regelen. Hup. Ik heb nog een steen. Oh, ik kom hier even aan. Oh, schitterend. Dus we hebben power tools. En dat is niet iedereen gewoon geschikt voor om daarmee om te gaan. Dat zien we maar weer. De tocht van vandaag... is vooral het zoeken naar mithril en kobalt. Nog meer kobalt natuurlijk. Maar we kunnen nu ook mithril mijnen. En we hebben natuurlijk nu lekker de tools ervoor. Dus Stefan, welke kant gaan we op? Linksaf. Linksaf. Oké. Okay. Zullen we weer eens ergens anders naar beneden hakken? Want het naar beneden vind gaat het super helemaal goed. Huppakee. Hey, niet inhalen. Nee, volgens mij kun jij net iets sneller, of niet? Hoewel? Nou, precies gelijk, denk ik. Hé. Hey. Nee, in één keer sta je achter mij. Hoppakee, kijk. En hier moet je gewoon vooral niet geremd worden. En dan haal je je snelheid, hè? Oh. Niet bij de corruptie naar beneden? Corruptie nou. Gaan we niet hier naar beneden? Ja, is ook goed. Maar ja, dit is niet de corruptie, volgens mij. Nou... Ja, nu wel, maar dat was het niet. Nee, dat was het zeker niet, nee. Wat ben jij? Ben jij maar... Ik ben al... Ja, joh, ik heb de snelheid erin, hè. Ik ben alweer aan een groen stukje. Ik weet niet hoe lang het groen is. Ja, ik ben afgeremd, dus... We kunnen ook richting dat kasteel gaan, zeg maar. En dan daar voorbij het kasteel naar beneden. Daar zijn we nog niet geweest. Oké, gaan we daarheen. Weet je wel wat ik bedoel? We zijn het kasteel destijds ingegaan. En we zijn daarna nooit meer geweest. God, wat handig hé. Wie heeft dit toch allemaal zo netjes verlicht en hoe houdt een plateautje neergelegd? Die persoon heeft vooruit gedacht. Goed gedaan, Aja. Hoppakee. Oh, ik dacht dat er een plateautje over het water lag. Ben je net... Oh, je killde wat. Ik dacht al, er liggen hier allemaal muntjes. Hoppakee. Kijk, nou zijn we weer in het mooie groene. Het is nog wel een eindje weg. Als we weer vergeten hoe ver het was. Liggen nou muis, zijn die slijmpjes nou zo klein geworden? Of lijkt het nou zo? Wij zijn reuzen. Nee, weet je wat het is, denk ik? Ik ben inmiddels die zoveel van die grote slijms al tegengekomen nu. Dat ik alweer vergeten was dat er ook nog gewone slijmpjes zijn. Die zijn er wel de moeite waard om te killen, hè? Want anders heb je straks geen gel meer. Nee, of geen lampjes. Daar heb ik ook helemaal niet meer stilgestaan. Hier ben ik bij het kasteel. Daar gaan we dus nu overheen. En dan hier weer naar beneden. Nou, en dan zijn we nu volgens mij op het terrein waar we nog niet eerder zijn geweest. Dat vond ik een hele mooie. Hoewel, oh ja, hierboven is een plateau. Maar daar hebben we gebruikt om die ene eindbaas mee aan te pakken. Ik sta een eindje verderop. Ik weet niet hoe jij gebleven bent, maar... Ja, je bent met dik voorbij. Ik hoor je. Maar ik ben er nu ook. Ja, allebei. Kijk aan. Nou, zeg maar, waar gaan we naar beneden? Zoeken we een gat in de grond op. Oh, hier is wat. Kijk eens. Daar gaan we naar beneden. Makkelijker kun je het niet hebben. Het eerste stukje doen we gewoon even met de boor. Gewoon recht naar beneden. Ik zag, wacht even, ik wil even checken wat dit was. Oh, nee, toch niet. Ik zit verkeerd te kijken. Ja, laten we dat doen. Wat ben jij nou doen? Hier is hij ons gaan. Hij wil net zo snel als vallen, maar... Wacht eens. Ah, weet je wat ik vergeten ben? Nee. Een Hellforge. Dat is stom. Oh. Oh. Nee, joh. Oh. Hoppakee. Ik ben Hellforge vergeten mee te nemen. Als jij nou een spelunkerpoosje neemt. Een spelunkerpoosje. Oh ja, die had ik, hè. Duurt 5 minuten. Mooie dingen liggen. Oké. Okay. Oh, ja, wat geinig, hé.
En zie je alles of... leuk, die heb ik nog nooit eerder gezien. Hieronder is wat. Ik weet alleen niet wat het is. Ik een geluid. Hoor je dat? Ja, ik vond een zombie volgens mij. Of is dat een mummie? Dat is een mummie. Het is pirate, daar moet je. Oh ja, dat kleurt een beetje gek allemaal. Heb ik niet? Hier beneden. Wat gaaf spullen is dit, zeg. Handig, hè? Dat is kopen. Dat is kopen, denk ik. Voor mij zie ik allemaal nog inderdaad gewoon normale spullen. Cool. Oh, we gaan als een sfeer, jongen. Wat veilig is dit, man. Handig, hè? Heel trippy ook. Hier, een hartje onderaan. Hier ligt een hartje. Ik heb al 400, jij ook? Ik ook. Maar ik neem het gewoon mee omdat het kan. Hier zie ik koper, rechts zie ik ijzer. Ja, en hier zie ik, ik weet niet wat dat is. Dus hier is het niks. Waar? Die drie dingetjes. Die recht, ja, naar beneden. Daar schuin. Ja. Ja, die zie ik ook. Ik ben daar, joh. Ik zie helemaal niet waar ik ben. Wacht even, ik moet wel even iets met mijn geluid doen, want... Oh, dat kan hier weer niet natuurlijk. Ja, stom. Dus ja, maar dat is toch nog voor. Maar het overleven. Even kijken, dit is. Zil. Demonite. Oh, daar loopt een spook. Wil je met de kus? Wat heb jij nou, joh? Oh, je hebt zo'n wapen. Weer, jongen. Oh. Ik heb niet echt super veel damage, hè? Nee, en het is. Ook niet echt heel makkelijk om ze van je af te houden. Wat heb ik hier? Hier zit een van de spulletjes. Ik denk dat het een soort van juweel iets is. Oh ja. Sapphire. En hier recht voor zit kobalt volgens mij. Oké. Ja, ik ga natuurlijk ook heel veel missen op deze manier. En omdat ik dit nu moet doen, krijg ik ook de schuld ervoor. Dus bedankt alvast. Ah ja, dat is wel leuk om te zien natuurlijk. Ja, het is wel geil om te zien, dat vind ik wel leuk. Laat me gaan zien verder. Huppakee, zie je schaar, joh. Geweldig. Mede mogelijk gemaakt door onze micro... Oh nee, een kobaltboer. Yes. Leuk zeg. Dat gaat wel speren, hoor. Dat gaat heel hard. Kijk. Maar zolang ik mijn volume niet omlaag kan doen, omdat ik hier nog ben, moet jij gewoon wat harder praten. Oh. Ja. Want die machines, jongen, die maken we dat toch een kabaal. En blijven. Hoppa. Rechts zie ik nog ook een of andere juweel. Ideaal, zeg. Nou, we moeten doorgaan. Dat is wat water. Ja, het is gewoon weer goed. Dit is veel zand. Wat een baal, man. Ik ga zo even dan een geluid doen, dan word je helemaal gek van. Het is gewoon sound. Huppakee. Komt hier weer aan, hè? Even wat licht erbij. Hier naar beneden. Er staan twee van die vazen rechts. Daar zit van het mooie spul in de grond. Hier recht voor ons. Wat zit iedereen? Kijk eens gaan, joh. Amethyst. Oh, sorry. Overdrukje hoofd. Oké. Goed. Nog meer? Ik zie zilver en ik zie... Is dat goud of is dat ijzer? Zilver zie ik wel. Er komt nog zo'n ding aan. Ja. Komt hier? Ja, ik denk het wel, hè. Ja, let wel op. Hop. Hartstikke idee. Daar is ook eens een ding. En hieronder is ook een van de juweel. En dan een beetje naar rechts. En dan naar beneden hier.
naar rechts. Oh ja, ik zie het. Veilig zeg, dat spul. Spannend. Ja, inderdaad. En nu werkt het niet meer, denk ik. Is het nu uitgewerkt? Het lijkt alsof het uitgewerkt is. Zijn we al 5 minuten bezig? Ik denk het wel. Zal ik meteen nog eentje nemen? Oh ja, we kunnen wat dieper naar beneden gaan. Misschien is daar wat meer te vinden. Ik heb er alleen nog maar eentje bij me, dus... Oh, hier is een... Dart trap. Oeh ja, ik zie het. Even kijken hoor. Het is wel lastig om de kleurverschil te zien. Ja, ik zie kobalt. Of iets blauws in ieder geval. Wat zit hier? Hierboven. Oh, zo, even wat licht erbij. Machtig donker hier ook. Het is wel te maken van die dat ik een depp look heb. Ik heb geen fakkels meer. Nu al slijm? Nee, nu al niet meer. Nee. Ik heb nog 4 gel. Heb ik hout? Heb ik ook. Ja. Hoppakee. Ik heb nog 12 fakkels meer. Kijk, hierboven zit nog wat. Wat grappig dat je dat dan inderdaad ziet, want ik zie nu inderdaad helemaal niks meer. Oh ja. Ik weet niet of het ook zo is dat Miet heel lager zit, maar... Weet ik niet, maar ik moet gewoon lekker naar beneden toe, denk ik. Ja, we gaan gewoon naar beneden. Hoppakee. Nog eentje. Zo. Ja, we nemen alles mee. Je hebt dus geen Hellforce mee, hè? Nee. Dat is jammer. Ja. Kan ik hier het water? Nee. Nou, hier kun je wel mee, hè? Wat is dat, joh? Ik heb het gekeken. Wat was dat? Ja, dat staat zo'n beestje. Oh, dat is een beestje. Oh, ik moet even op adem komen hier. Zo, dat was stom. Ik had het eerst in de gaten, joh. Het water loopt nu allemaal daar naartoe. Ja, ik moet even lucht happen zo. Heb je een plek om lucht te halen? Ik kan geen risico's nemen nu. Ik heb net iets te weinig leven. Hoewel, ik kan ook gewoon een potie nemen. Ik heb zat van die spullen. Maakt het uit. Hey, ik zie een hartje. Hier, heb je dit nog niet gezien? Sapphire. Sorry, ja, dat viel mij niet op. Hoppakee. Ik zag hier beneden een hartje. Ik zie een hartje liggen. Schitterend spul dit. En dan kunnen we jouw zeebeswaard nog maken. Ja, volgens mij hebben we daar inmiddels al heel veel spullen voor. Ja. Is het goud? Dat is goud. Neem we ook mee, ja. Goud. Oh ja, goud heb je ook nodig om die potions te maken. Zit ik nou al vol, joh? Het lijkt alsof ik nu al vol zit. Dat is zoiets dacht ik eigenlijk ook al, hè. Ik kan heel veel zooi wegdoen, want daar heb ik toch niks aan. Oh, wel, dat zil kan ik wel kunnen gebruiken. Ik hoor dat spul. Het is ook allemaal nog goud. Ik neem wel even mee. Ik heb nog zo'n spiegel. Ik vind het daar nu wel vol, joh. Zo. Dat gaat echt uit. Ja, wat dat betreft niet heel handig dat we zo ver uit de buurt zijn gegaan. Of we moeten kistjes maken. Die... Zijn oh, zo die terug, zit hier. Natuurlijk. Een kistje, leuk. Ja, en een hartje lag er ook. Heb ik nog... Ja, ik heb helemaal geen fakkels meer. Jij wel? Ja, genoeg zelfs. Mag ik daar wat van? Ik ga die eens oppakken, zo even op. Ah. Hup. Ja, nu doe nog eens. Waar zijn ze nou? Ja. Ja, dankjewel. Ja, ik heb ook heel veel spul bij me. Dat kistje moet mee. Weet je waarom? Omdat ik anders elke keer dat kistje zie en dan ben ik blij. Oh, er zit nog veel meer in. Ja, ik kon het ook al niet meenemen. Oh. Ja, maar ik heb heel veel... Ik denk dat ik nog wel wat onbelangrijk spul bij me heb. Kijk, ik heb zelfs 2 van die orbs. Oh, een orb of light. Dat gaan we nog gebruiken natuurlijk. En dat dynamiet dan? Kunnen we dat niet gebruiken? Om heel snel naar beneden te gaan. Ja, even lekker inzetten. Oh ja, die heb ik ook nog. Ja, die vergeet ik ook. Daar heb ik hem. Hey, we gaan hier wel de... Ik had hem toch. De orb. Waar heb ik die gelaten dan? Zijn het extra grote beds ofzo? Dat is best wel dood. Oh ja, inderdaad. Hey, cool. Zo die sprak anders. Giant bed. Ja, staat er ook gewoon bij. Giant bed. Zijn het extra grote beds? Ja, inderdaad. Ik ga er best wel dood van namelijk.
Gaaf. Ze moeten het ons ook niet te makkelijk maken. Oh, hier links, Lieve. Mijn knoppen zijn omgewisseld. Oh, heb je, is dat een vloek of zo? Ja. Super interessant. Wat is hier? Nee, aan de kant. Oh, wacht even, volgens mij zag ik een. Stond je op een. Er is een armored skeleton. Die zijn best wel sterk, denk ik. God. Oh nee, niet hier. Ah, dat was ik. Hoe leeft hij dan? Hij heeft 340 leven heeft hij. Kijk, als we terugkomen, kunnen we in ieder geval allebei een kobold wapen maken. Oh ja, dat kunnen we ook doen, leuk. Potion is uitgekomen. Nou, dan moeten we het weer gewoon ouderwets doen, op ons gevoel. En dat is heel goed natuurlijk. Ja. Ik ben even flink aan het healen, nou, dus ik heb het gestart. Wat zit er heel? Zo'n diepzeevis, zie je dat? Met zo'n lampje. Gaan we eens killen? We zijn best snel en agressief ook. Wat laat deze hier vallen? Wat is dat? Een healing potion. Kom, ga lekker naar beneden. Even kijken. Dit loopt mooi vol al, zie ik. Ja, dan gaan we gewoon iets naar links. Of naar hier kunnen we. Hier. Ah. Volgens mij gaan we op de goede kant. Emerald. Ik zie daar iets blauw. En wat is dat? Goud hierboven? Ja. Wil ik hebben. We hebben nog geen mitrie hoor. Jammer. Nog geen mitrie hoor. Oh, wat kunnen we zo doen? Als we zo terug terug moeten. Dat moeten we zo, denk ik. Kunnen we nog even via die grote gang naar beneden gaan? Volgens mij. Hadden daar ook gewoon een mitriel. Ja, ik wou zeggen, alle mitriel die we al zijn tegengekomen, die kunnen, hadden we niet weg kunnen pakken, dus. Dat ligt ook allemaal nog. Oh, jij gaat van kaart naar de mitriel. Oh ja. Oproepen een grote vleermuis. We hebben wat mensen een probleem op de server, zo te zien. Ja, ik hoorde ook allemaal berichtjes al voorbij komen. Oh nee, dat was allemaal. Dat lag allemaal lokaal, dat lag niet hier. Maar ik zie net dat er een paar mensen hun huisje niet in komen of zo. Dus als ik straks even wat aan het volume ga doen, dan ga ik ook even dat checken. Oh, hier rechts zit die. Hoe heet het al trouwens? Wat? Het kasteel. Dat is het. Wat is hieronder? Wat is dit voor spul? Dat is mitril, of niet? Het stom is, ik zie het niet. Ja, mitril is het. Ja, mooi. Hier is kobalt. Ik moet even wat weggooien. Deut. Huppakee, zo moeilijk te zien dat spul. Wat voor knop druk je ook weer in om de kleurschema aan te passen? Dat weet ik niet meer. Is het F9 of zo? Nee, dat is niet meer. Ja, oh, dat is veel beter. Twee lichten, daar hou ik van. Ja, ik heb maar altijd op trippies staan, dat zijn al die hyperkleuren. Waar staat dat? Ja, dat zie je vanzelf al. Het ziet er een beetje flashy uit. Over die, ja, een beetje trippy kleuren. Letterlijk. Ja, maar ik bedoel, waar zie je de naam van die... Oh, dat zie je bij de instellingen staan. Dat zie je niet hier. Trouwens, als ik eruit ga zometeen en ik kom weer terug, dan zijn we ook weer thuis, ja? Of niet? Hoe bedoel je? Oh, je gaat er echt even helemaal... Ja, nee, maar ik wil dat volume aanpassen, joh. Daar word je helemaal gek van.
deze? Ja, dat doe ik liever. Jongens, straks moet je ijzer hebben, dan ga ik nooit eens missen. Volgens mij hebben we nog wel een kistje vol met het spul. Weet ik wel. Maar het kan, dus dan pak ik het mee. Ik hoor een dark trap trouwens, pas op. Ik ben vrij zeker van dat ik dat hoorde. Dus watch out for the pressure plates. Ik zie ze niet. Hier is al een kistje, zie? Dus dan is het ook niet zo gek dat ik een dart trap hoorde. Pas even op. Ja, jij bent nog steeds. Je gelooft nog steeds, hè, dat dat altijd met elkaar verbonden is. Geloof ik echt. Oh, dat is wel mooi. Zes gouden dingen. Zie ik hem alweer. En waarom is dat? Misschien dat er iemand op staat. Even kijken hoor. Dynamiet? Zal ik zo eens een dynamiet weggooien? Lachen. Ik heb ook dynamiet bij me trouwens nog. Glowsticks. Ah, dat is op zich wel handig. Dat is geen overbodige luxe. Handig is een. Zo'n haard. Waarom hoor ik hem nou weer gaan? Links van mij. Links van mij zit die dartrap. Ik hoor niks. Flaming arrow. Zijn dit voor arrows? Unholy arrows. Nou, dat kan ik wel even zonder. Ja, ze zijn ook zo unholy. Goed, wat dacht je ervan? Zullen we eventjes gaan opruimen? Ja. Oké, gaan we dat doen? Komen we straks weer even terug. Yo. Hey, zullen we gaan? Ja, ik ben alrighty al dan. Zullen we gewoon met die in de axe van de... Hoe noem je dat? De hello en zo komen. Als we hier gewoon naar beneden vallen, komen we ook gewoon... Ik heb niet genoeg fakkels bij me. Ik wel. Oh, mooi. Heb je weer niet genoeg? Nee, heb ik nog niet gedaan. Oké, als het goed is, zien we zo... ergens onderweg. Oh ja, dan zien we al die spulletjes. Nou, jij ziet dat beter dan ik, denk ik. Oh, hier. Hey. Oh.